Het ministerie van Financiën was vandaag gastheer van de bijeenkomst van de ACP, Nationaal en Regionale Overheidsvertegenwoordigers van de Caribische regio. De ACP bestaat uit Afrikaanse, Caribische en Pacifische landen. De openingsceremonie van de bijeenkomst heeft vanmorgen plaatsgehad in de conference room van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Is het love that brought us here together to strive for the best of Mother Earth? I think it's love. Love for Mother Nature. Love for ourselves. Ayupa katoko. Ayupa katoko. Ayupa katoko. Ayupa. De assistent-secretaris-generaal van het departement van macro-economie, ontwikkeling van financiën en intra-ACP-programma, Henrique Bansé, verwelkomde de gasten. Zijn speech was in het Frans. De gastheer Gilmore Hoefdraad, minister van Financiën, gaf in zijn openingsspeech aan dat Suriname met name de Caribische landen nadruk leggen op het versterken van de relatie met de landen van de Europese Unie. Deze regionale bijeenkomst is een welkome gelegenheid om gezamenlijke onderwerpen te bediscussiëren en bestaande vriendschapsbanden te vernieuwen. The annual political dialogue, based on Article 8 of the Cotonou Partnership Agreement between the EU and the African, Caribbean and Pacific group of states, forms an integral part of our relationship and provides a useful platform to exchange views on topics that are of common interest and to identify areas where we can deepen our historical relationships under the Cotonou Agreement. Hoefdraad memoreerde dat de EU een hechte band heeft met de Caribische regio. Enkele highlights zijn volgens hem de veerboot tussen Suriname en Guyana, het renoveren van de weg naar Soudrain bij de grens met Guyana. Ook de uitbreiding van de haven en de havenfaciliteiten in Paramaribo zijn met ondersteuning van de EU gerealiseerd. The investment and development efforts have converted the port of Paramaribo into a competitive and cost-effective regional cargo hub that can also benefit neighboring countries. The European Union also provided its support together with the IDB and later on with the OFID for the rehabilitation of the road connecting the eastern and western part of the country, our so-called east-west corridor that connects us better with Europe. Dat was minister Hoefdraad van Financiën vanmorgen tijdens de opening van de meeting of the ACP National and Regional Authorizing Officers of the Caribbean Region. De bewindsman bracht ook in herinnering dat Suriname als een van de weinige landen op dit continent een gemeenschappelijk grensland heeft met de Europese Unie, namelijk Frans-Guyana. De openingsceremonie is gehouden in de conferentiezaal van KKF.